Hoe joh? Maar waarom is het soms niet leuk? Marco! De zwijgen. Hé, je moet hem in elkaar slaan, kill. Hoe joh, ze hebben ruzie, kill. Oh nee, ga te ver, ga te ver. Shit. Hoe joh. Dikke straat, dikke shit man, jongens. Nou mensen, we zijn een beetje aan het chillen. En we zijn nu in het bos. Dat is super leuk. Ja, we gaan buiten eten. Dus dan eten we zeg maar niet binnen. Hey, die was sterk, hè? En ja, dat is het wel een beetje. Ik ben helemaal buiten adem, we moesten achteraan rennen, man. Luco, houd weg. Hashtag Bas rookt wiet. Ja, hashtag Arthur is verslaafd. Ami. Heb jij nog wat te zeggen? Arthur is een skunk junk. Heb jij nog wat te zeggen, Luco, of niet? Nee, man. Oké, ja toch. Hey, dit is Bas' tak, hè? Hey, dit is even, in die vlog. Dit is Bas' tak. Dit is Bas' tak in die vlog. Daar ging die zo. Het is mijn tak. Ik had hem wel een beetje in. Ja, man, jij had hem wel gejuked, man. Ik had hem wel getemd. Ja, man. Met man. En Bas had twee takken. Nee, hij had die grote boomstam, ik had twee takken. Ja. Super grappig. Nou, ik zie jullie zo weer. En, hoe deed jij dat dan? In het water is een regenboog. Dan zie je het wel, man. Juist, je ziet het nu al gelijk. Wacht, ik ga het filmen. Wacht. Zie je niet op camera, hard. Hou je weg. Oh, je ziet het. Ja, man, echt mooi. Je ziet het niet. Je ziet helemaal geen regenboog. Ja, je ziet het gewoon niet. Ik zweer, ik zag geen regenboog. Ik zie nu wel een regenboog, ik zweer. Maar dat komt door de druppels die dan vallen en shit. Maar ja, dat is het. Hier. Oh, we moeten daar. Ja, hier zo wel hoor. Wacht. Nee, wacht, hij komt zo als water. Ja, zie je? Ja. Kijk, daar zie je. Jawel, je ziet een regenboog. Dat zie je niet op camera. Dat zie je wel op camera. Al die stoot of zo. Kijk jongens. Nu is de zon weg, maar met zon was hij wel. Oh, lauw man. Even een shout-out doen naar Stan. Dat is die Boeddha, weet je. Hey Stan. We willen even een shout-out doen naar dat stukje van die Boeddha. Dat zei Luco. Dus even een shout-out naar. Lauwe, shout-out naar hem. Lauwe en zonder om 6 uur. Ja. En ja. En nu? Niks, ga weg. Oké jongens, ik ben nu met Joshua. Fuck off. Waarom heb jij je bril, man? Vind ik fame. Mus. Vindt hij famous? Famous. Vertel eens een mop. Vertel eens een mop. Ik ken geen mop. Jawel, je kent wel een mop. Nee, dat is wel. Jawel, Joshua, dat ken jij wel. Nee, ik ken hem niet. Joshua, dat ken jij gewoon? Nee. Weet ik zeker? Nee. Jij kan wel een mopje vertellen. Nee. Over Jantje. Nee. Over Jantje. Jantje op de brug. Nee, gaat niet meer lukken. Oh Jan, dat komt. Ja, enge vent. Wil je nog wat vertellen? Ja, abonneer allemaal pretty. Ai. Allemaal. En duimpje omhoog. Doe eens even dat allemaal dan zo met dat vingertje. Duimpje. Dat vingertje zo. Ik wil wat beters te doen dan een duimpje. Allemaal op Pretty TV. Ja. Abonneren. En doe een duimpje omhoog. Een duimpje. Kloos op het. Nou mensen, we zijn nu bij een school. Arthur, kom door. En ik ben niet lekker. Ja. Kapsalon. Wat zeg je? Hé, hey, wil jij? Je wil kapsalon van deze. Hij is een kapmes. Nou ja. Ik wil een... Nee, dat moet je niet filmen. Kapsalon. Dat is zo... Geef het. Oh. Hij heeft zo'n mes, man. Moet dit wel in de vlog? Ik ga het ook echt opeten, vriend. Moet dit in de vlog? Moet dit in de vlog of niet, Stan? Ik stel een vraag. Ja, nee, misschien. Oké, misschien. Yo mensen, de dag is weer doorgetrokken. En ik moet jullie even een verhaaltje vertellen. Ik had zeg maar schoolfeest. En iemand zei van, hey, je mag die fidget spinner hebben. Dus ik heb nu een fidget spinner.
En ik heb gewoon een beetje in de avond geoefend. En ik vond dat wel leuk om te laten zien. Dus wat ik doe, jullie kunnen veel erover denken, maar ja, kijk gewoon wat het is. Oké. Kijk goed. Oh, wacht. Wacht, jongens. Zo. En ik kan ook dit, jongens. 3, 2, 1. Oké, nog één keer en dan ga ik het nu goed doen met de fidget spinnen. Ik ben een beetje verslaafd aan die fidget spinnen. Ik heb trouwens wel echt wallen onder mijn ogen, omdat ik niet slaap en shit. Nou, ik slaap slecht. Maar oké, jongens, we gaan het weer proberen. Oké, zo. Ik sloeg op dat ding alsof het... Nou ja, oké, nice. What? Ja man, dat kunnen jullie niet. Ah, en dan doe ik zo. Bam. Weet je wat het grappige was? Ik was zeg maar met Bas, was ik met de fidget spinner aan het spinnen in de bus. En dat was super leuk. Even snel die tripod even goed doen. Zo. En ik was, ja, ik was gewoon met Bas een beetje met die fidget spinner aan het... Dus we deden een soort van duo. We gingen met z'n tweeën, gingen we in de bus zitten. En ik draaide zeg maar die, Bas draaide die fidget spinner. En ik deed mijn hand de hele tijd zo. Weet je, en dan moet je proberen, die andere moet zeg maar proberen draaiend, de fidget spinner in de andermans hand doen. Super grappig, hebben we gewoon in de bus een beetje fidget gespind. En ja, dat was super leuk. Ik vond dat super leuk om te doen, want dat was gewoon van, we hadden niks te doen en we zaten toch in een bus. Dus dan hebben we toch nog wat te doen en dat was die fidget spinner. Dus was super leuk mensen en ik ga straks even misschien chillen en ja man, blijf. Dat is leuk. Mensen, check even mijn Snapchat. Check dat uit. Het heet PrettyV YouTube. Kijk even en ja, dan kan je gewoon mijn Snapchat checken en dat is super leuk natuurlijk. Dat wil iedereen natuurlijk wel, denk ik. Of niet, maar maakt niet uit. Check het. Oh ja mensen, ik wou even zeggen dat ik ook een fanaccount heb. Een fanaccount. Dat is mijn eerste fanaccount nu. Nu heb ik een fanaccount. En dat, ik weet nog niet precies wie dat is, maar shoutout naar jou. Als jij, het fanaccount hebt gemaakt. Echt dikke love naar jou. Sowieso. Maar mensen, ik laat wel even dat fanaccount zien. En dan moeten jullie daar ook even op volgen. Want op het fanaccount, dat is echt... super leuk dat is gebeurd. En vandaar dus. Even kijken. Dus ja, hij is nu zeg maar nog heel klein. Het is nog een klein accountje. En dat gaan wij opkrikken met z'n allen. Dus met z'n allen naar vrienden toe gaan. Volg even het fanaccount van PrettyV. Alsjeblieft, doe het gewoon even. En dan laat ik nu zien hoe het eruit ziet. Oké, mensen. Dit is het fanaccount. What the fuck? Iemand heeft gewoon... een fanaccount voor mij gemaakt. En met het linkje zelfs. Met weet je, gewoon super mooi gedaan. En nou heeft hij drie volgers. Dat moet meer worden mensen. Dat moet meer worden. Jullie moeten mij helpen alsjeblieft. Ik sta hier echt alleen voor. Dus alsjeblieft mensen, help mij gewoon even. En ja, dit zijn de foto's. En ja, ik heb gewoon hartjes gedaan. Want ik vond het zo aardig wat ze hebben gedaan. Dus vandaar. Maar hoe heet dat? Ja, gewoon volgen mensen. Alsjeblieft, dikke love. En mijn Instagram hoef je niet meer te volgen. Want die heeft al 9000. Maar ga wel naar het fanaccount. Alsjeblieft. Als jullie allemaal dat fanaccount liken. Dikke love naar jullie. Echt waar. Alle foto's liken. Volgen. Misschien kan ik zelfs een giveaway doen of zo. Moet ik nog even kijken hoe ik dat met. Hoe heet dat? Als je iemand kent die een soort van spullen, zeg maar, voor mijn kanaal wil sponsoren, dan kan ik ook nog gewoon een giveaway doen voor die fanaccount, man. Want ik vind het wel echt ziek dat mensen dat gewoon voor mij doen. En ik wil dat wel een soort van prijzen. Dus ik wil wel zeg maar een soort van jullie prijzen, dat jullie dan een soort van volgen. En ja. Jullie prijzen eigenlijk ook het fanaccount. Dus jongens, doe het gewoon. Dankjewel.
Oké, mensen, als jullie dat dan allemaal gedaan hebben, we gaan nu naar Lucas toe. Superleuk, dus we gaan nu een soort van met de fiets. Ik trouwens, jullie mogen lekker kijken. En ik ga dus eerst naar Lucas toe, dat ga ik niet filmen, dat is niet zo heel erg boeiend. Maar weet dat, bij Lucas ga ik wel weer filmen, dus dat komt helemaal goed. En ja, superleuk. Er zijn allemaal mensen altijd spelen op de plein, hartstikke mooi. Leuk altijd vind ik dat. En dan word ik wakker en dan hoor ik al die kinderen allemaal gillen en dan denk ik van kut. Moet ik wakker worden, man. Dan kan ik niet meer slapen. Maar ja, weet je, mijn vader en moeder hebben eigenlijk een soort van gezegd dat ze hier wouden wonen. Trouwens, ik zou, als ik zeg maar een huisje zou nemen, ik ben 18 zeg maar, dus dan moet ik eigenlijk een soort van naar een huisje gaan kijken later. Maar dan zou ik sowieso voor Rotterdam gaan, Rotterdam in de stad. Want daar is het lekker hoe noem je dat, gewoon druk, veel dingen te doen. Ja, gewoon, ik vind dat leuker, want het is veel groter. En ja, gewoon meer vrienden maken, weet je. En ik hoop dat die andere vrienden trouwens, die ik nu heb, Lucas en Stan en Martijn, dat zij ook een soort van in Rotterdam gaan wonen vlakbij. Dus dat gewoon, ja, gewoon een soort van wel als vrienden altijd bij elkaar zullen blijven. Maar ik weet niet of dat gaat lukken of dat gaat gebeuren. Dus we zien het allemaal wel. En mensen, vet dat jullie kijken. Dikke love naar jullie, serieus. Laat me even filmen. Oké, jongens, we hebben gers, lekker gefrituurd, berg. Zoals jullie zien. Dat is rook. En jongens, we zijn een beetje aan het chillen hier bij Lucas weer. Bij Lucas, hij is weer terug, hij is weer back. Je was net ook al back, geloof ik. Ja. Maar maakt niet uit. Gaat om het idee toch? Ja, man, bro. En ja, iemand stikt hier benen. En ja, dat is dan een beetje, jongens. Zo, we gaan Rotterdammen. Ah ja, dat. Nee, dat ga ik niet doen hoor. Nee, dat is niet goed. Mensen die niet uit Rotterdam komen. Ja. Dan weten jullie het niet. Maar mensen, ik ga wel uit Rotterdam komen, die weten het wel. Die weten het wel, denk ik. Maar ik denk ook dat mensen in Amsterdam het weten. Want die blowen Amsterdam wel. Die gaan naar Amsterdam eigenlijk. Ja, dat is waar. Amsterdam. Ja, oké. Amsterdam. Ja, oké. Door. Nou. Ik zie jullie denk zo even weer. Na, Rotterdam, Amsterdam, dat zijn precies. Wat heb je nou weer allemaal te zeggen dan? Nee, ik ben al klaar. ik ben ook klaar. Amstelbier. Amstelbier. Amsterdam. Even voor de duidelijkheid, wil ik melden. Wij doen niet aan drank en drugs. Nee, dat alleen is niet goed. Alleen koffie, cake man. En thee. Ja man, koffie. Met thee. Zieke shit man. Nou, ik zie jullie zo weer. Later. Waarom hoor ik heel de tijd bij? Oh, hij filmt. Moet je mijn bias-patiëntje vinden? Oh, dat is waar. Arthur, vertel je verhaal. Kom maar dan. Arthur! Ja. Arthur! Ja. Arthur! Ja. Ben je kankerdom? Oké. Vertel je verhaal. Ben je hoe is het om YouTuber te zijn? Tik! Soms leuk, maar soms ook niet. En waarom is het soms leuk? Omdat het dan heel leuk is. Vind je het editen leuk? Oh, ja. Oh. Maar waarom is het soms niet leuk? Marco! Dat is zwijgen. Het is gewoon niet fijn om te vertellen. Dat is gewoon zwijgen. Okay. Ik ga die mensen ook niet naaien. Kijk, wat ze doen is slecht, maar... Wat bedoel je de reacties? Sommigen. Niet over de reacties hebben, man. Nooit over die reacties hebben. Hey Stan, achter de bus. Dat is Stan, die ene bekende boy ook. Hey Stan, laat jezelf eens even zien. Geen commentaar, zwijgen. Zwijgen, hè. Wat gaat hij doen? Fuck the police. Straight from the underground. Nee, maar mensen. Hij gaat slapen. Ik ga dik, jongens. Arthur gaat dik, jongens. Ik ga dik op internet. Vind je dat leuk? Dat vind ik wel grappig, ja. Ja, dat is mooi. Kijk, godverdomme. Gaan ze nou? Naaiers, gaan wij er ook heen? Ja, oké. Ja. Nou, later jongens.